Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ben zo, maar dan echt zo excited dat ik deze video nu ga maken. Ik heb namelijk een kerstshopvlog voor jullie. Ja, kerst. Mijn favoriete tijd van het jaar. Elk jaar kijk ik er weer naar uit. Ik heb een aantal nieuwe items gekocht waarmee ik mijn kamer ga decoreren. En ook nog wat andere spulletjes. Ik heb ook nog wel andere items van afgelopen jaren. Maar ik vind het gewoon leuk om ieder jaar toch wel iets nieuws aan te schaffen. Waarschijnlijk gaan we dit jaar kerst op een andere manier ervaren. Maar ondanks dat probeer ik mijn huis toch wel zo gezellig mogelijk te maken. Dus mocht je benieuwd zijn wat voor items ik allemaal heb gekocht, kijk dan vooral verder. Waar gaan we mee beginnen? Ik heb alles zeg maar daar uitgestald. En ik denk gewoon wow, het is best wel veel als ik alles bij elkaar zo zie. Laten we beginnen met de Xenos. Ik heb als eerst dit mandje. En dit is niet direct kerst. Maar ik heb hier een boompje. En ik vind dit onderste gedeelte eigenlijk niet zo mooi. Dus ik dacht misschien kan ik het in een klein bloempotje doen. Ik weet het niet zo goed of ik dit wel leuk vind. Ik wil dit boompje ook nog herdecoreren. Maar dat was het idee ervoor. Dus we zullen zien of het goed uitpakt. Dan hebben we een mok voor in de kerstboom. Dit is een mok met warme chocolademelk. Ik vind dit zo ontzettend leuk. In de woonkamer hebben we al een kerstboom staan. Een beetje vroeg. Maar in die boom zitten normale ballen. Maar ook van die wat leukere speelse ballen. Dus het leek me leuk om deze daarin op te hangen. Dan heb ik lichtjes. Dit zijn ja, fairy lights. Als het ware van die dunne lichtjes. En hier gaan AA-batterijen in. Super handig, lichtjes komen altijd van pas. Voor het eerst heb ik helemaal uitgedacht van wat ik met kerstdecoratie wil gaan doen. Normaal gesproken koop ik van alles en nog wat en dan zie ik het wel. Maar ik heb het eigenlijk nu al van tevoren in mijn hoofd bedacht. Hopelijk dat de uitvoering ook een succes is, maar dat zullen we wel zien. Ik denk dat ik een andere video ga maken van hoe ik mijn kamer heb gedecoreerd voor kerst. Dus hou mijn kanaal daarvoor in de gaten. Het volgende item heeft wel met kerst te maken, maar het is niet per se een kerstdecoratie. Het is eigenlijk een soort van kerstcadeautje. Dit zijn verschillende toppings. Je kan het denk ik gebruiken voor je koffie, voor je chocolademelk. Maar ik vond het zo leuk eruit zien. En ik vind het heel erg lekker om iets van een siroopje in mijn koffie te doen. We hebben vanillesmaak, pepermuntsmaak, amaretto en kaneel. En ik vind de vormgeving hiervan zo ontzettend leuk. Dus dit komt in de keuken te staan. Dan iets non-kerst, namelijk een room spray. Altijd handig. Ik vind het gewoon lekker als mijn kamer heerlijk ruikt. Dan hebben we een kussen. Dit is niet per se kerst, maar het oogt wel een beetje winters. Hij is enorm groot. Hij past bijna niet meer op beeld. Het leek me leuk om deze op mijn bed te doen, zodat ik toch wel een beetje een cozy vibe in mijn kamer krijg. We hebben dit decoratie item. Een ring met allemaal takken. De items die ik heb gekocht schreeuwen niet per se bam, het is kerst. Maar toch ook weer wel. Het enige nadeel hieraan is dat het glitter heeft. En over het algemeen vind ik glitter wel leuk. Maar je kamer zit gewoon gelijk onder. Dus ja, dat vind ik iets minder. Maar dat terzijde. Dat waren alle items van Xenos. Ik heb ook een aantal dingen besteld op de webshop It's All About Christmas. Je hebt hier ook een aantal winkels van. Maar ik probeer zo min mogelijk eigenlijk naar een fysieke winkel te gaan tijdens deze pandemie. Er staat nog wel een kerstshopdag op de planning dat ik nog met mijn schoonfamilie naar een intratuin of zo ga. Dat is ook allemaal een beetje onzeker. Dus ik dacht laat ik gewoon lekker zoveel mogelijk online kerstspullen kopen. Ik ben overigens wel naar de Action geweest, want die heeft geen online shop. Maar we komen straks bij die spullen. Maar it's all about Christmas. Ik heb hier een slinger. Het idee wat ik hiermee heb is om het hier op mijn plank uit te gaan spreiden en dan ook nog lichtjes erop te leggen of in te wikkelen. Vandaar dat ik deze lichtjes heb gehaald. Hopelijk ziet het er leuk uit. We gaan het zien. Dan heb ik een porseleinen hert met een belletje. Deze krijgt ook een mooi plekje in mijn kamer. Dan hebben we kralen. En eigenlijk wilde ik deze kralen in mijn mini kerstboom doen. Maar ik had niet verwacht dat de kralen zo groot zouden zijn. Ik kan me ook niet meer herinneren of er een maat bij stond. Maar ja, we will make it work. Dan heb ik een kerstsok. Ik heb al een andere kerstsok in huis. Maar het leek me leuk om twee kerstsokken naast elkaar te doen. Eentje vind ik zo random. Dus we hebben hier een bruine kerstsok. Ze hadden deze ook in verschillende kleuren. Geen idee of ik hier nog cadeautjes in ga doen. Aan de ene kant is dat wel grappig. Maar ja, I don't know. Ik vind een kerstsok wel een leuk decoratie element. Dus die komt ook.
ergens. Dan heb ik hier een sneeuwvlokje. Officieel hoort deze in de boom. Maar ik denk dat deze bij mij aan de muur komt. Ik heb misschien al een plekje. Ik weet het nog niet 100% zeker. Maar ik vind het wel hartstikke leuk. Dan heb ik kerstballen. Dit zijn 36 kerstballen met gemixte formaten. Je hebt hele minis, je hebt wat grotere. Dus deze komen in mijn kleine witte kerstboom die jullie in het begin zagen. Dit ben ik helemaal vergeten. Deze is ook nog van Xenos. Dit is een adventkalender. Maar niet zomaar een adventkalender. Hier zitten theezakjes in. En ik ben een ontzettend grote theeleut. Dus dit is echt ideaal voor mij. Ik drink elke dag thee. Dus dit is top. Misschien is het wel leuk om even één vakje te openen. Ik ben niet zo'n persoon die van tevoren alle adventkalender wil openen. Maar we gaan het gewoon doen. Zodat jullie ook weten hoe dit eruit ziet. Oké, je hebt dus gewoon direct het theezakje erin. En op het zakje staat dan wat voor smaak het is. Ik kom eigenlijk niet meer zo vaak bij de Action dan voorheen. En ik vond het kerstassortiment bij de Action waar ik kom best wel tegenvallen. Dus ik heb daar niet zoveel gehaald. Ik heb kerstkaarten. Ik haal ieder jaar kerstkaarten, want ik vind het leuk om kerstkaarten te sturen. Dus ik ga dit jaar denk ik weer een aantal kerstkaarten versturen. En tijdens deze periode wil je toch wel extra veel liefde ontvangen. Dus ik heb deze twee setjes. Dan heb ik, zoals gewoonlijk, washi tape. Ik heb hem al uit de verpakking gehaald. Maar ik vond deze patroontjes zo ontzettend leuk. Dan hebben we van die bolletjes. Dit zijn glitterbolletjes. Ja, ik heb een haat-liefde verhouding met glitters. Ik vind het heel leuk eruit zien, maar zo erg onpraktisch. Ik dacht, misschien is het wel leuk om dit in een vaasje of in een potje te doen. In combinatie met andere decoratie. Dan heb ik een schaaltje. Ik vond deze heel erg clean. Ik was wel blij dat ik dit schaaltje vond. Dit is handig om wat snacks erop te plaatsen. Of iets anders. Hij is simpel wit zoals je kan zien. En hij heeft een goud randje. Dan heb ik nog meer thee gekocht. In een vorm van een piramide. Ik vind deze verpakking zo leuk eruit zien. Dit is ook super leuk om cadeau te geven. Dit is zwarte thee. En er zitten 10 zakjes in. Deze vormgeving, echt complimenten hiervoor. Ik ben zo gevoelig voor dingen die er gewoon mooi uitzien. En last but not least heb ik ook nog een aantal dingetjes bij Casa gekocht. We hebben hier 2 bladeren. Dit is leuk om in een vaasje te stoppen in combinatie met andere droogbloemen of gewoon zo. En dan heb ik 2 mini kerstboompjes. 1 is een kaars, maar ik denk niet dat ik deze ga aansteken, want dat vind ik zonde. Deze is simpel lichtroze. Volgens mij is die van porselein, maar dat weet ik niet zeker. Ik ben zo chaotisch. Ik heb nog een item van Action. Ik heb alles een beetje verspreid liggen en soms vergeet ik gewoon dingen. We hebben hier een snow globe, maar ik ben een heel klein beetje teleurgesteld. Ik vond hem hier op de afbeelding er zo leuk uitzien. Maar toen ik hem opende, hij zat zeg maar helemaal verpakt in piepschuim, dus ik wilde het niet in de winkel openen. Maar toen ik hem opende, zag ik dat hij een hele andere gouden kleur had. Op camera ziet het er minder erg uit dan in het echt. Maar op de afbeelding, oh ja, je ziet wel het verschil. Op de afbeelding lijkt het lichtgoud. En hier lijkt het echt geel-oranje goud. Dus dat vind ik veel minder mooi. Jammer, Action. Als je hoge verwachtingen hebt en je wordt dan teleurgesteld, dan ja, ben je ook niet echt tevreden. Maar ik vind hem wel leuk als snow globe. Misschien past het wel gewoon bij de rest van de dingen die ik heb. Maar het is gewoon een kleine teleurstelling. But that's okay. Je verwacht natuurlijk ook niet veel van een winkel zoals Action. Maar je moet mensen niet hoge verwachtingen geven. En vervolgens met iets anders komen. Maar goed. Ik ben ontzettend blij met mijn nieuwe aankoopjes. Ik heb ontzettend veel zin om mijn kamer opnieuw te decoreren. Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben als ik. Ik weet niet of het de volgende video gaat worden. Maar misschien wel, misschien niet. Laat vooral weten of jij ook al in de kerststemming bent. En stuur gerust een foto via Instagram. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!